Zo, hallo allemaal, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van mijn Spurs carrière. We beginnen vandaag met een Europa League wedstrijd. En we spelen uit in Turkije tegen Trabzonspor en we spelen met een B-elftal. Want de vorige wedstrijd was een dag of 3-4 geleden. Mensen zijn moe van mijn eerste elftal, dus vandaar. Nou, hier komen we inmiddels, zijn we eventjes onderweg in de 20e minuut al. En hier is Brandt, die krijgt de bal. Die snijdt naar binnen. Met een mooie beweging, legt hem af op Bentaleb, die schiet. Maar die bal gaat helaas naast. Dat was het eerste wapenfeit na een minuut of 20 spelen. Ja, dat zegt al genoeg. Ik speel natuurlijk met B-elftal. Loopt niet over van de kwaliteit, maar ja, spelers zijn toch goed genoeg om in ieder geval deze wedstrijd te kunnen winnen in mijn optiek. Middels al de tweede helft, de eerste helft, gebeurde er niet veel. Hier krijgt Brandt de bal. Die komt naar binnen, speelt mooi twee man uit, legt hem af op Mbolo en die schiet hem erin met zijn linker. Zo staan we 1-0 voor en dat is, dat is een goed uitgangspunt. De uitwedstrijden van de Europa League, die hoef je niet mooi te winnen als je ze maar wint. En we zijn op de goede weg, want Mbolo schiet hem hier toch mooi binnen. Langs twee verdedigers, langs de keeper. Nou, vervolgens zijn we alweer wat verder in de wedstrijd. Krijgen we een ingooi, Bentaleb en Wimmer hier aan de achterkant. Davies, linksback, speelt Brandt in en die geeft hem weer mee aan Davies. Die langs de zijlijn gaat lopen en naar binnen komt. Speelt Gold aan, die legt hem af op Mason. Mason gaat schieten, maar ook die gaat helaas net naast. Nou, vervolgens zitten we alweer aan het einde van de wedstrijd. Er gebeurde verder niet heel veel. We probeerden wel aan te vallen, maar dat lukte meestal niet echt. We kregen nog een vrije trap tegen hier, maar ook dat leidt tot niets. En het is alweer het einde van de wedstrijd. 1-0 gewonnen, 3 punten in de pocket. Het was de tweede wedstrijd, allebei gewonnen. Dus we liggen op koers voor de Europa League. Nou, vervolgens hier ook de wedstrijd voor de Premier League tegen Swansea City uit. We spelen gewoon weer met de normale opstelling. Want daar willen we ook gewoon bovenin mee blijven draaien. Nou, beste defensive teams, daar staan wij wel bovenaan. We hebben pas 4 doelpunten tegen. Nou, hier zijn we inmiddels onderweg in de wedstrijd. Geklungel achterin van Swansea City. Kane kreeg de bal. Legt hem breed op Lamela. Maar die schiet tegen een verdediger aan. Waardoor we een corner krijgen. En Lamela met de corner. Maar die kan Swansea helaas goed wegwerken. Nou, inmiddels iets verder in de wedstrijd. Krijgt Walker hier aan de rechterkant de bal. Die stuurt Lamela diep. Die wil naar binnen gaan. Wordt vervolgens hard onderuit geschopt. En we krijgen een vrije bal mee. Op zich een beetje een rare positie voor een vrije bal. Maar goed, Lamela heeft een aardige trap. We gaan eens kijken of hij er wat mee kan. Hij gaat hem nemen en jawel, hij schiet hem gewoon in de kruising. Prachtig binnen, keeper kansloos. Wat een bal zeg. Zo zie je ze toch maar weinig. En we staan met 1-0 voor. Hier nog even de herhaling. Toch een beetje een rare hoek. Maar hij schiet hem er toch lekker in hoor. Lamela, zijn eerste doelpunt. En dat was tevens ook gelijk het laatste hoogtepunt van de wedstrijd. Verder viel er helemaal niks te beleven in die wedstrijd. Ik kon gewoon echt niks eruit pikken wat boeiend was om te laten zien. Dus vandaar dat we hier alweer de volgende wedstrijd gaan op White Hart Lane tegen Liverpool. We hebben laatst al tegen Liverpool gespeeld, maar dit keer spelen we voor de Capital One Cup. Nee, de vorige keer speelden we voor de Capital One Cup. Dit is gewoon voor de competitie. Nou, hier komt Lamela gelijk al naar binnen, speelt 3 man uit, schiet op doel, maar schiet helaas net naast. Lamela goed in vorm de laatste tijd, maar helaas dit keer niet. Nou, Eriksen vervolgens, die komt mooi vrij, kan schieten, maar helaas Mignolet, die staat goed op te letten en die kan die bal zo vangen. Schiet hem niet heel briljant uit, Dembele krijgt de bal. Die paast op Dyer, Lamela, die een mooie pirouette maakt, naar binnen komt en snoeihard binnenschiet. Waardoor we met 1-0 voorkomen. In de 15e minuut, hier nogmaals de herhaling. Goede paas, mooie schijnbeweging, bekje uitgekapt en, of tenminste gekapt. En de pirouette uitgespeeld en schiet hem goed binnen voor zijn tweede goal in de Premier League. Nou, vervolgens Liverpool de aftrap.
Die gaan gelijk de aanval zoeken. Hier met Milner rechts aan de bal. Mijn verdediger die staat helemaal niet op te letten. Milner die komt voor. Legt hem breed af. En een hele goede kans voor Liverpool voor Lallana. Maar Lloris kan die bal pareren. En zo wordt het een corner. Nou, corner die wordt goed genomen. Alleen niet heel goed gekopt. Weer Lallana. Maar die kopt hem over. Nou, inmiddels weer iets verder in de wedstrijd. 40ste minuut. Liverpool zet aan. Ik kom er eigenlijk amper uit. Af en toe met een counter, maar echt gevaarlijk word ik daar helaas niet bij. Hier wordt Allen diep gestuurd. Die schiet op Lloris en weer krijgt Liverpool een corner. Corner genomen door Milner. Hij zet hem voor. Bal wordt in eerste instantie nog gepareerd door Lloris. Maar helaas let Skrtel goed op. En die kan hem zo binnenlopen. Hier nogmaals de herhaling. Corner. Goede redding van Lloris, maar helaas voor hem belandt die bal voor de voeten van Skrtel. Nou, inmiddels zitten we alweer aan het einde van de wedstrijd. Liverpool probeerde aan te vallen, kwam er niet echt doorheen. Ik probeerde te counteren, dat was ook niet echt een succes. Hier in de laatste minuut krijgen wij nog een corner. Scoren we daar dan misschien nog uit. Eriksen neemt hem. Maar helaas, Mignolet stompt die bal weg. Vervolgens krijg ik de bal ook weer niet goed. De 16 in. Probeert Liverpool eruit te komen. Maar ik onderschep hem nog. Dembele hier ook. En daar wordt toch iemand gewoon flink onderuit gehaald, lijkt het wel. Wellicht speelde hij ook de bal. Maar in mijn optiek was het toch redelijk onderuit geschoffeld. Maar helaas niks. Waardoor we op 1-1 eindigen. Ik zeg bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.